We zijn in het Erasmus MC, een groot academisch ziekenhuis midden in Rotterdam in Nederland. En ons doel is om in 2030 100% circulair te zijn als IC. Ik ben Nicole Hunveld, ik ben ziekenhuisapotheker op de intensive care en verantwoordelijk voor alles wat met medicatie te maken heeft. Daarnaast ben ik projectleider duurzame zorg en ben ik voorzitter van het landelijk netwerk van de Groene IC van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Ik ben Veerle Koot, ik ben een strategisch productontwerper van de TU Delft en ik werk bij het Erasmus als afstudeerder. Ja, we hebben een project gedaan waarin we gekeken hebben naar alle materialen die op de IC gebruikt worden. We hebben dat gemeten en het gaat hier om 250.000 kilo aan materiaal wat we per jaar op de IC gebruiken. Wat ik eigenlijk het meest chockerende vond is dat er zo ongelooflijk veel wordt weggegooid. En dat motiveert me eigenlijk alleen maar meer om te kijken naar hoe kunnen we dit oplossen. Ja, met de handschoenen zagen we eigenlijk iets heel belangrijks gebeuren en ook iets onverwachts. De handschoenen zijn behoorlijk hard in de doos gepropt. Dus als je er één uit wil halen, dan krijg je vaak een prop mee. Door een van de studenten die hierop afgestudeerd is, een student van industrieel ontwerp van de TU Delft, waar we graag en goed mee samenwerken, zij zag dat door het proppen van die handschoenen in de doos je eigenlijk heel veel verspilling krijgt. Dus een oplossing zou zijn, heel simpel, om die handschoenen anders in de doos te doen. De meest duurzame oplossing is om dingen niet te doen. Ik wil iedereen oproepen, jongens, doe groen, groen is doen, doe mee, pak je rol. Ook al is het een klein stapje, samen kunnen we wel de aarde een beetje mooier maken.